Als je hier kan zien, hebben we allemaal al dingetjes weggehaald. En we hebben ook de laadklep al schoongemaakt. En ook van binnen hebben we allemaal een beetje zo schoongemaakt. En we hebben bijvoorbeeld de vloer is gekergerd, want al het poepwat er zat is allemaal weg. En we hebben ook dit ding hier zo hebben we schoongemaakt. En deze moet nog van binnen gedaan worden. Van buiten is wel schoongemaakt. En deze rand gaat eraf. En dat hebben we dus allemaal gedaan. En we hebben ook de zadelkamer. Die is er ook. Kijk, hier is de zadelkamer. Die heb ik net allemaal schoongemaakt en geschrobd van binnen. Want het was helemaal vies. En daar zie je dan nog allemaal wat roestvlekken. Dat is allemaal een beetje wat we hebben gedaan. En dan gaan we vanavond weer verder. Dus dan zie ik jullie dan weer. En nu ben ik bezig met het onderste deel. Die moet ik ook schoonmaken.
keuken is van binnen helemaal schoon. Dus dat zal ik jullie even laten zien. Staat van de schoonmaak binnen. Ik moet natuurlijk ook buiten nog schoonmaken. Nou, we zijn er weer een paar dagen voor. Hier is de trailer en er is heel wat gebeurd. Zo zijn we de trailer nu weer een beetje in elkaar aan het zetten. En zijn we een beetje de stukken dingetjes zijn we weer aan het repareren. Zoals hier zo. Wat een paar stukken hadden getrapt, er is iets nu overheen geplamuurd. En dit deurtje zit er weer in. Ook deze dingen, dit was helemaal stuk. Er zit nu epoxy in, dus dat wordt nu hard. Hier zo zijn dan de andere deurtjes. En die hebben we helemaal schoongemaakt. En die kunnen er dan ook weer zo in. En we hebben dus allemaal nieuwe schroefjes en allemaal dingen van roestvrij staal hebben we besteld. En allemaal wat andere dingetjes, dus die komen binnenkort ook binnen. Dus ja, dat is de update tot nu toe. Nou, ik heb dus een hele grote doos van Agrari voor spulletjes voor de trailer. En die zal ik even openmaken. En dan heb ik als eerst een mesboy. Zodat we het stront kunnen opruimen. En een hooizak. En twee trailerlijnen. En haakjes. Ik zal jullie allemaal weer even een update geven. Dan gaan we even naar de trailer. Zoals ik al zei, we zijn de trailer weer in elkaar aan het zetten. En we hebben de wielen. Die hebben we geschilderd en al dat soort dingen. Want die waren een beetje lelijk. En er zitten ook nieuwe banden op. Omdat de oude banden, die waren gewoon niet meer goed. En de deurtjes zitten er weer in. Die ook. En we zijn nu bezig met een soort gel. Zijn we alle grote gaten en zo zijn we aan het dichtplakken. Hier ook. En daar zo. Je ziet van de meeste gaten zie je bijna niks meer. Maar dan, als het droog is kunnen we het opschuren en dan is het weer glad. Zoals je kan zien zit ook de klepper weer in. En ook buiten hebben we allemaal nieuwe moertjes en alles wat verroest was, hebben we dus nieuw gekocht en opnieuw gedaan. Zoals hier. Dus dan is het allemaal weer mooi. We hoeven nu eigenlijk alleen nog de buitenkant zo schoon te maken. En het dak, want die is ook heel vies, kijk maar. En dat is het een beetje tot nu toe. Binnengekregen, die hij dan zal gaan gebruiken tijdens de trailer reizen.
En die zal ik even openmaken. Kastelenbeschermers. Zo zien de transportbeschermers eruit van Bukas. Dit is een voor en dit is voor zijn achterbenen. En aan de binnenkant is het zacht gevoerd met een stay dry stof. En ja, die gaan we dus gebruiken. Ik heb heel leuk nieuws, want de trailer is klaar. Deze video leuk vonden, abonneer hieronder en dan zie ik jullie de volgende keer weer.